Zondag 3 mei, fast en heavy, dus aan de bak, niet piepen. Mis je natuurlijk de mogelijkheid hebt om heavy te gaan. Wel snel gaan, want als het lichter is, kan je nog sneller gaan. Denk daar maar eens over na. Wat gaan we doen? 21 thrusters, 400 meter rennen. 18 thrusters, 400 meter rennen. 15 thrusters, 400 meter rennen. Dat is te fast hoor dit. Daarna? Het ging te fast, kon niet eens uitbellen. Te fast, ja precies. Hierna moet je echt voor Jaffa liggen. Als je die 15 thrusters hebt gedaan, denk ik dat jij die 200 meter heen rennen eigenlijk een beetje bij aan het komen bent. Oké, see you through the fingers, yes. Maar als je terugkomt, serieus, moet je echt vol gas aan de bak en sprint als een malaier totdat je terug bent. Anders boort hij je neer. We gaan de thrusters even uitbeelden, we gaan het rennen, een soort van uitbeelden, maar niet helemaal. Maar voornamelijk even de geschaalde opties noemen. Van rennen doe ik dat meteen trouwens, rennen. In plaats van rennen, 400 meter rennen, wat je zou kunnen doen is 500 meter roeien, sorry voor mijn taal. 1200 meter op de assault bike, mits je die hebt. 180 jump rope speed steps, dingetjes, die laten we zo even heel kort zien. 1 minuut 45 jumping jacks. Die. Of op de plaats rennen. Appapam, die. Dan ga ik zo even uitbeelden hoe jullie hem wel moeten doen. En op de plaats doen we ook 1 minuut 45. Ik ging helemaal nat op de plaats rennen. Dus dat. Zie je in een seconde. Alright! Thrusters, eerste movement. Let op, dit is een thruster. Hij gaat naar beneden, heupvouw onder zijn kniegewricht. Hij stoot hem uit het boven zijn hoofd. Stang is in het midden van zijn lichaam boven hem. Ellebogen redelijk hoog, buikspieren aangespannen houden. Heuparmen. Dat is wat we willen zien in een thruster. Deze is uitgevoerd met stang. Kan ook uitgevoerd worden met twee dumbbells. Boom! Alles blijft hetzelfde, alleen twee losse objecten. Iets moeilijker. Stel dat je maar één dumbbell hebt, dan kan je hem op deze wijze uitvoeren. Je houdt hem vast aan één kant, je stoot hem omhoog. Stel dat het, omdat het een uitdagend gewicht is. Stel dat het gewicht te zwaar is, kun je hem ook vasthouden met één dumbbell in twee handen. En kun je nog steeds thrusters uitvoeren. Alles blijft precies hetzelfde. Hak op je hielen, balans op je hielen, uitstoten, heup en dan door naar je armen. Hetzelfde kan met twee kettlebells. Boom! Woehoehoe! Hetzelfde kan ook met één kettlebell. Eén arm vasthouden, uitstoot. Of twee handen en één kettlebell op het moment dat die kogel erg zwaar is. Het ziet er op deze wijze uit, houdt hem voor zich vast. Boom. Basta. Deze kun je ook met een plaat, twee handen vasthouden. Alles blijft precies hetzelfde. Nu duw je die plaat boven je hoofd. Pas op voor het kinnetje wanneer je hem uit gaat stoten. En uiteraard kan deze ook eventueel met een tas, zandzak, iets anders wat je boven je hoofd kan vasthouden. Stefan dus Meester, hebben jullie nu ondertussen zandzakken gemaakt voor jullie zelf thuis? Alsjeblieft, doe dat. Voor morgen ook. Geweldig tool om mee te trainen. En inderdaad, jullie hebben hem morgen nodig. Dus, jongens, jullie niet bang maken of iets dergelijks. Maar dit is toch wel eigenlijk een beetje het moment dat jullie moeten gaan kijken naar die sandbag video. En dat jullie hem gaan maken. Want we gaan ermee aan de slag. Heel goed van jullie. Ja, jarenvandaag! Jazeker! Ja, dit gebeurt gewoon de hele tijd. Ik weet niet, maar die Spotify moet gereset worden. Yes! Oscar Klein, gefeliciteerd! Hey!